Surinaamse verhalen leveren een wezenlijke bijdrage aan het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Als voorbeeld nam auteur Ivan Kudegem de Anansi-verhalen die zijn stempel in de Surinaamse opvoeding hebben gedrukt. Dan nog is het voor ouders belangrijk om het stimuleren van lezen gefaseerd bij kinderen op gang te brengen, meen Kudegem. Ouders proberen het wel zo te doen dat als je een kind niet dwingt, want dat heb ik wel ervaren. En dan gaat een kind een aversie krijgen tegen lezen. Dus probeer het op een leuke manier te doen. Beter elke dag 5 minuten iets lezen dan een half uur moeten lezen. Ja. Meer hierover in ons programma In Gesprek met Morgen om 9 uur via kanaal 12.1.